Hallo iedereen en welkom bij weer een nieuwe vlog op mijn YouTube kanaal. Ik heb zo net deze nagelset uitgetest. Ik laat mijn vingernagels altijd doen bij pastel, beauty en nails. Maar ik dacht ik ga ook eens mijn tenen doen en dat wil ik liever zelf doen, want... Ja, ik weet niet, als dat dan zo kriebelt of zo, ik heb dat nog nooit laten doen. Dus ik zou het eigenlijk niet weten. Maar dat zou kei easy en makkelijk zijn. Dus ik heb het geprobeerd en ik moet zeggen dat het wel inderdaad echt easy en makkelijk was. En ja, ik vind het resultaat wel tof. Ik heb dat gedaan met dit en ik heb deze kleur op gedaan. Je kunt dat niet lezen, maar het is Rosy Memory van Neon Nail. Dus die kleur. Dit is het geworden. Ik weet niet of je het goed ziet. Maar een licht rozig kleurtje. Ja, I like it. Dat is wel cute voor de zomer, vind ik. Voor de rest ga ik vandaag wat content maken, bewerken. Ik moet nog veel foto's bewerken. Een vlog monteren. Het is trouwens zondag voor ons. Als jullie dit zien, is het vrijdag, denk ik. En misschien wat vlogs kijken. Catch up on vlogs. Ik was nu ook Julia en Hunter Havens aan het kijken terwijl ik mijn teenagels aan het doen was. En Niels gaat vandaag denk ik gamen. Heeft een nieuw spel, hoe noemt dat? Het is geen nieuw spel, maar een oud nee? spel. En hoe noemt dat? Destiny. Ik heb dat al lang gespeeld. Maar je hebt dat toch gisteren pas terug erop gezet, hè? Nee? En, is dat leuk? Nee, want ik kan niet sprinten, hè. Hij is zich al aan het opjagen omdat hij niet kan sprinten, zal hij. Dat duurt allemaal zo lang. Het is vooral met schieten, heb ik begrepen, en opdrachten uitvoeren. Dus niet echt iets voor mij, maar zolang jij je amuseert, is het goed, hè. Sitting on my own, singing alone, dancing in the middle, guess it's my jungle. Jungle. Yummy! Frietjes tijd op zondag voor onze laatste vakantiedag, want morgen beginnen we terug allebei te werken. Ik kan wel niet zitten, hè. Zet dat wel naar voren of zo? Moet ik dat wat draaien? Zo, Peter? Voor een meneerke, hè? Zo is het oké. Dat is goed. Wil je nog wat drinken zo van? Ja, zeg jij. Schijn dat zelf in. Ik heb alles al klaargezet. En we gaan 90 Days Fiancé The Other Way kijken. Hallo. Het is al de volgende dag. Ik denk dat ik gisteren niks meer heb gefilmd. Ik weet het zelfs niet. Ik denk zelfs dat we onze frietjes niet eens hebben gefilmd. Echt geen flauw idee eigenlijk. Maar het is dus de volgende dag al. Ik ben naar kantoor geweest en naar de winkel. Het is nu 2:30. Ik ga even de winkelboodschappen allemaal uitpakken. En dan ga ik nog wat werken. Ik moet nog wel wat monteren. En nog wat foto's bewerken. En dan denk ik dat ik ga poetsen. Want vandaag is de dag dat het minst warm is. Dus ik hoop dat ik vandaag gepoetst krijg, want anders in de week gaat dat echt niet te doen zijn met 35 graden. Dan ga ik geen goesting hebben om te poetsen, dat weet ik nu al. Dus ik ga het nu doen. And I'm wondering again, what is dream in my brain, in this happy city, happy city, yeah. Ik ben ook nog snel naar de Action geweest. Vooral eigenlijk voor één ding. En dat is dit. Ik heb nog wel dingen meegebracht, maar een zwembadje. Het is maar een klein zwembadje. Niels had dat denk ik alles op zijn appartement, maar dat hebben we weggedaan. Omdat dat heel vuil was geworden. En het wordt echt zo heet deze week en in het weekend en de week erna blijft het precies altijd boven de 30 graden.
Dus hadden we gedacht, we gaan toch nu maar zo'n klein zwembadje kopen. Ik heb ook een hoes daarvoor. En dan hoop ik nog ergens een paraplu, een parasol te vinden of zo, die we daar echt boven kunnen zetten. Dat dat zo cool blijft. Maar dan heb ik ook nog deze zak. En ik heb nog wel wat dingen meegebracht, waaronder kattenzand. Amai, dat weegt. En nog een zak kattenzand voor in de kattenbak. Heb ik ook kattenbakzakken mee. En dan heb ik nog kussen slopen. Ik had die voor mijn mama meegebracht. Deze. En deze, maar ik dacht voor hier thuis buiten zou dat ook heel tof zijn. Dus dat heb ik ook meegebracht. Dan die hoes voor over het zwembadje. Ik hoop dat dat voor dit zwembadje is. Oei. Ik denk dat dat veel groter is, die hoes. Maar oké, we shall see. Dan dit voor insecten. Niels had dat in de week zien staan in de Action. En daarna had hem spijt dat hij nog niet had meegenomen. En zei hem heel tijd wat dan moeten meenemen. Dus bij deze heb ik het nu maar meegebracht. Ik weet niet als dat gaat werken, dat lijkt me raar. Maar oké, we kunnen het maar proberen. Dan heb ik tandpasta meegebracht. Random 2, want dat is nodig. Extra opzetstukjes voor de elektrische tandenborstels. Mentverband, want deze week wordt het de tijd van de maand. Hip hoi! Kaarsen. Maar zo grote. Want dat is nodig voor die potjes. Want kleine kaarsjes gaan altijd zo snel op. Dan heb ik ambachtelijke crackers, pompoenpit en lijnzaad. Zo uit. Amandelnootjes. En een elektrische pomp. Want ik stuurde naar Niels. Ik ga een zwembadje meebrengen en die zei ja, maar we hebben geen elektrische pomp. En ik heb vorige keer zo lang moeten pompen daarop en dat was vermoeiend en bla bla bla. Dus dacht ik, dan neem ik ineens een elektrische pomp mee. Dat was 6 euro. Ik dacht ja, dan moet hem niet met de hand pompen of ik. Want ik ga dat waarschijnlijk wel opzetten. Ik denk morgen overdag of misschien zelfs al. Nee. Nee, vandaag is het nog niet zo warm, dus ik ga nog heel even wachten. En dus dat was mijn kleine Action haul. Happy city, happy city. And I'm wondering again. What is dreaming my brain? In this happy city, happy city. Well, there is just me. Oké, ondertussen is alles gepoetst en gaan we eten. Ik heb een rucola slaatje gemaakt. Oeh, amai, veel pamp. En mijn papa had gisteren verse zelfgemaakte gnocchis gemaakt. Amai, twee keer gemaakt in een zin. Dus dat gaan we eten en we gaan buiten eten. Goedemorgen iedereen, het is de volgende ochtend alweer. Even een update op de muggenlamp van de Action. Don't buy it, het werkt niet. Oh, amai. Het was precies eerder of die muggenlamp alle muggen in onze kamer trok. We slapen met de ramen open wel, maar normaal als we 's avonds de muggen allemaal vangen, zijn er 's nachts geen muggen niet meer. Oh, ik denk ook omdat er geen licht is. En het was precies of nu alle muggen kwamen. Oh, dus het was echt zo super annoying. Echt erg. En ik had het bakje deze morgen leeggemaakt en er zat echt niks in. De dode beestjes of muggen zouden eigenlijk in dat bakje zitten. Maar ja, niks. Dus we gaan deze nacht niet meer aanzetten. Ik ben momenteel eten aan het maken. Het is al 10:45. Ik ben wel lang wakker. Maar ik heb heel de tijd gewerkt, facturen gedaan, administratie gedaan voor de maand juli en zo. Dus dat is allemaal achter de rug en ik had nog niet echt honger, maar ik ben nu eten aan het maken. Maar dat gaan jullie zien in de volgende video, want ik ben een What I Eat in a Day aan het filmen. Dus ja, voor de rest, vandaag moet ik naar de tandarts. Gonna be fun. En voor de rest is het eigenlijk heel saai werk. Heel veel administratie vandaag, heel veel boekhouding. Dus
niks interessant. Maar oké, en hopelijk dat ik ook nog het zwembadje kan opzetten tussendoor. We zullen zien. Ik ben terug van bij de tandarts, al even trouwens, het is 8 uur 's avonds. Ik moest 1 gaatje laten maken, wat die had gezien de laatste keer dat ik op controle ging. Maar omdat er toen niet genoeg tijd in gepland was, heeft hij dat nu gedaan. En ik had even schrik dat dat ontzenuwd moest worden, maar gelukkig niet. Dus ik ben kei blij. Ik heb ook geen last nu, alleen zo een stijve kaak, ik denk van die spuit of van met uw mond open te leggen. Maar voor de rest was het echt super goed gegaan. En ik heb altijd zoveel schrik van de tandarts. En ik moet echt zeggen, sinds ik bij deze tandarts ga, dat mijn schrik echt wel weg is. Allee, niet weg. Niels kijkt al zo naar mij, waarschijnlijk van, je stuurt toch nog van dat je bang hebt. Dat dat niet fijn is. Nee? Ja. Maar het schrik is niet weg, maar hij doet het wel echt super goed en ik ben heel hard op mijn gemak. Eens die begint, wat ik nooit heb bij een tandarts, dus vind ik wel fijn. Ik ben blij dat ik toen op 1 januari zo hard tandpijn had, dat ik toen een noodtandarts heb moeten zoeken. En dat was dus hij, Gunther Meeks noemt hij denk ik, in Herk de Stad. En ja, dat was de noodtandarts die dag, dus ik moest daar naartoe. En toen dacht ik, amai, die heeft dat kei goed gedaan. Toen ben ik daar gebleven. En er ondertussen nu 3 of 4 keer al geweest voor gaatjes te laten maken. En ik moet zeggen, echt super goed. En dit is niet gesponsord of zo trouwens, want nu komt het wel zo raar over. Maar nee, ik heb gewoon echt, echt schrik van tandartsen. Ze moeten het zeggen, hè. Wat? Ze moeten ze. Zijn je jaloers? Nee, op een tandarts. Nee, ja, ik heb dat niet met tandartsen. Ik ging heel mijn leven bij dezelfde. En toen kreeg ik die borstkanker. En toen ben ik 2 jaar niet gegaan. Dus nu ben ik wel blij dat ik, ja, een andere hele goede tandarts heb. Want ik ben al wel een paar keer bij random tandartsen gegaan. En oh god, nee. Sommige echt horror stories. Dus nee. Oké, genoeg over tandartsen. Ik ga strijken. Woehoe! En Niels is het afwasmachine aan het leegmaken. Woehoe! Ook heel tof. En ik ga hier ook de vlog afsluiten. Hopelijk vonden jullie het leuk. Doe zeker thumbs up. Laat ook een leuke comment na. En wij zien jullie volgende keer. Doei. Ciao, kiss.